Wat begonnen is met een klein podium in een buurtcentrum, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Tilburgse muziekwereld. Heyhoef Backstage. Toegegeven, het podium is nog steeds niet heel groot en staat nog steeds in hetzelfde buurtcentrum. Maar als het om de programmering gaat, is het begrip overtreffende trap hier wel op zijn plaats. Hoogste tijd om even langs te gaan tijdens het concert van de over de hele wereld toerende bluesster Ana Popović. We staan hier bij Heyhoef Backstage en vanavond een hele bijzondere artiest. Maar eerst even over de avond zelf. Vanuit welke gedachte is Heyhoef Backstage ontstaan? Ontstaan omdat de Reeshof bestaat uit 10 wijken en alles bij elkaar wonen hier 45.000 mensen. Dat weten veel Tilburgers niet, maar dit gedeelte van Tilburg is net zo groot. Er wonen net zoveel mensen als in Waalwijk. En dat betekent dat je in zo'n stadsdeel eigenlijk ook een goede culturele voorziening nodig hebt. En wij zijn in dat gat gesprongen. Dat doen we met 30 vrijwilligers. En elke derde zaterdag van de maand organiseren wij hier al een jaar of 4 concerten. Ja, en in de afgelopen tijd is het ook best wel uitgegroeid. Dat zie je ook aan de namen die er komen. En inmiddels trekt er denk ik ook publiek vanuit heel Tilburg. Ja, kun je iets over vertellen over hoe die groei is verlopen? Nou, wij richten ons op een hele brede doelgroep. Wij brengen zowel blues, rock als ook jazzy-achtige concerten. Wij investeren heel veel in goede reclame. We laten ons... ook in landelijke bladen als de Blueskrant etc. ook regelmatig horen. En we hebben de laatste tijd vaak ook mensen, zoals ook vanavond, zelfs mensen uit België die naar hier toe komen om bijvoorbeeld dit speciale concert van Ana Popović mee te kunnen maken. Ja, Ana Popović is ook een internationale artiest natuurlijk. Hoe komen jullie aan die namen? Ja, onze programmeur en manus van alles, John Maas, is uitermate goed thuis in dit circuit. En heeft heel veel contacten, internationaal. En is een jongen die juist die artiesten net op tijd weet te benaderen. Om bijvoorbeeld ook Ana Popović te kunnen benaderen. En ze geeft vanavond in haar wereldtour die ze op dit moment maakt, het enige Nederlandse concert in Heyhoef Backstage. I got cold shivers down my spine. I can't keep my seat, yeah. You talk about a first impression, baby, can you stand the heat? Can I speak with a dry throat and it's still a shaky knees, yeah. Boys are bleeding insecure earlier, I left to freeze. Wanna come across a second to none, my heart is giving a beat, yeah. It's all about a first impression. We krijgen heel veel leuke reacties. Mensen die hier voor de eerste keer komen zeggen heel vaak Christine Lacon op het wijkcentrum. We toveren in een dag tijd het normale wijkcentrum eigenlijk om in een poptempel. En zoals je achter mij kunt zien ziet dat er hartstikke leuk en gelikt uit. We krijgen vooral ook van de bandleden en van de bands die hier optreden, daarover hele positieve reacties. Reeshofbewoners zijn voor het belangrijkste deel wat betreft cultuur afhankelijk van wat er in de stad wordt aangeboden. En dat idee begint te keren. Bijna 45.000 inwoners in dit stadsdeel. Dat verdient zeg maar een grotere aanbod aan sociale en culturele activiteiten. En daar wordt op dit moment aan gewerkt. We zijn trots op Heyhoef Backstage. Kun je misschien nog een tipje van het programma, een tipje van de sluier oprichten? Nou, zoals de reguliere Heyhoef Backstage bezoeker weet, organiseren wij ons concert altijd op de derde zaterdag van de maand. Ik spreek even van mijn briefje, maar André van de Boogaert en de Tornado's, dat is een echte Brabantse avond, zaterdag 16 september. Heel speciaal, zaterdag 14 oktober. Een tributeband van The Doors in concert. Zaterdag 18 november, Philby's Freedom. Geweldige band. Hebben in 2015 de Dutch Blues Challenge gewonnen. Als afsluiting dit jaar Sean Webster op zaterdag 16 december.